De bouw van het Transferium Park and Ride in Meerhoven loopt een paar maanden vertraging op. Eind juni zouden de werkzaamheden klaar moeten zijn, maar het bouwbedrijf is failliet gegaan. De gemeente heeft nu een ander bouwbedrijf gevonden die de parkeerplaats af kan maken. Volgens een woordvoerder houdt de gemeente hier geen financiële strop aan over. Maar door de vertraging kunnen de automobilisten pas in oktober hun auto parkeren. Het Transferium in Meerhoven telt straks 231 parkeerplaatsen. En het moet ervoor zorgen dat er minder auto's in de binnenstad rondrijden.